Dus ik heb nu een biertje gehad in de campingwinkel. En ik ben nu hier overheen aan het lopen. En wat geweldig hier. De datum staat per direct. Yes. Maar er is iets tussen gekomen. Oeps. Spierpijn hebben morgen. Oh. Nou, nu wordt mijn koekje gestolen. Ja, aan je koekje. Mooi. En die oogjes die op standaard. Nou, we zitten op het terrasje hoor. Met de jarige Job. Goedemorgen. Het is vandaag weer maandag. Dus het is weer een nieuwe week. En ik moet werken. Lekker een ochtendje. Nou ja, een middagje. En ik twijfelde heel erg of ik nou een lange of korte broek aan moest doen. Ik heb haar gewoon kort gedaan, want het is daar altijd veel heter. Maar ik ben een beetje laat, want ik dacht, ik wil toch nog even wat eten maken. Dus ik moet een beetje opschieten. Maar ik ga dus nu de scooter op die kant op. Nou, lieve mensen, ik weet helemaal niet of ik al had gefilmd vandaag. Maar ik heb weer lekker gewerkt. Oh, ik hoor het nu over mezelf heen. Maar het was weer een chill dagje. Gewoon een beetje... Het was wel druk, maar niet te druk. En het was lekker weer, maar er was een beetje windje. Het was echt perfect. Dus dat was echt heerlijk. En na werk hadden we nog even een kannetje sangria gedronken. En toen steeg het natuurlijk meteen weer naar mijn hoofd. En toen dacht ik, ik ga eens langs bij Kensho op zijn werk. Bij Camping Zeeburg. Dus ik dacht helemaal zoeken. Het was echt heel slecht aangegeven hier op het laatst. Ik dacht echt... Want er stond een bordje naar rechts, er stond een bordje naar links. Ik dacht, ja, waar wil je me hebben? Dus ik kom binnen, staat hij daar zo achter de receptie. Hij zegt, nou, wat doe jij hier? Oh, ik kan hier niet rechtdoor. Ik kom weer terug. Oh, dan kijk ik vol in de zon. Maar, dus ik heb nu een biertje gehad in de campingwinkel. En ik ben nu hier overheen aan het lopen. En wat geweldig hier. Echt alsof ik op vakantie ben. Gewoon allemaal van die campers. Je had allemaal van die leuke kleurhuisjes, pipohuisjes. Je had zelfs een plekje waar mensen gewoon konden koken op van die pitjes. Gewoon met z'n allen. Ik ben helemaal in mijn nopjes hier. Ik ga hier lekker een rondje. Ik ben hier rondjes aan het lopen. Ik ben het gewoon even aan het verkennen. En dan ga ik straks even kijken of er misschien nog iets te lezen is. Misschien een magazine of zo. Dan ga ik ergens gewoon op zo'n picknickbankje zitten. En Ken zei dat er ook nog ergens een strandje was. Hij kwam net ook op zo'n van die spiderwheels. Kwam nu achter me aangereden. Nou, ik kom oprapen. Met een mandje voorop. Echt. Maar het is echt heel leuk hier. Echt nog nooit geweest. Wel echt gewoon langs de snelweg, maar dat hoor je helemaal niet. Heel bijzonder. Allemaal gewoon, kijk. Mensen die op vakantie zijn. Allemaal gewoon van die kleurhuisjes. Daarachter ook. Dat zal ik zo even laten zien. Maar echt heel leuk. En hierachter heb je echt zo'n soort van tentenkamp. Waar dus mensen een tent op zetten. Nou, het leek net op Awakenings. Heel moeilijk dit met één hand. Ook niet dat ik hem laat vallen. Maar ik ga lekker even het hier ontdekken allemaal. Je kan me hier uren, ik kan me hier uren van maken. Maar het is nu volgens mij 7:15 en hij werkt volgens mij tot 8 sluit het hier. En dan moeten ze het een beetje opruimen. Oh, hier heb je een strandje. Kijk nou. Met hangmatjes. Wat leuk. Oh, ik vind het enig. En hier heb je dus ook allemaal van die piepelhuisjes. Kijk, zo even zichtbaar lopen. Maar wat een lekker weertje hier vandaag. Echt genieten. Oh, ik word er zo gelukkig van. Kijk, hier heb je allemaal van die huisjes. Sorry voor het slechte filmen. Ik heb één hand. Kijk nou. Dit is toch te leuk. Nou, ik ga even lekker verder. Lekker mijn biertje opdrinken. En even lekker het exploren hier. Ik vind het enig. Ik ben weer terug van de camping. En wat was het enig. De meid was helemaal in de dopjes, maar dat hadden jullie al gezien. Maar ik had nog heel erg veel honger. Nou ja, ik had gewoon zin om te eten. Eigenlijk wilde ik McDonald's bestellen, maar dat vind ik dan weer zo zonde van je geld. Dus, wat ik ga doen, is het volgende. Broodjes in de oven doen. En we hadden nog wat eitjes. Dus dat ga ik ook eens bakken. Plus, we hebben nog gewoon lekker... Sriracha mayo, we hebben nog champignonnetjes, we hebben nog paprika. Dus ik denk dat we misschien gewoon een beetje een roereitje ervan brouw. We hebben ook nog avocado's. Dus weet je, we komen niet om. Ik heb ook nog truffel mayo. Oh, mijn kruidenboter. Oh, lekker. Dus ik ga hier even een lekker maaltje van brouwen. En dan gaan we lekker zien. Morgen ben ik dus vrij, maar dan moet ik even mijn deadline fixen eigenlijk.
liefst wil ik dat gewoon zo snel mogelijk hebben gedaan. En voor de rest van de week werk ik eigenlijk niet, want ik ben dus niet ingepland. Wat ik wel een beetje jammer vind, want ik had dus een beetje aan het rondvragen of iemand van zijn dienst af wilde, maar dat was niet. Dus ik moet het dan maar met minder doen deze maand. Van ja, deze week. Op zich ook wel lekker. En woensdag ga ik in de ochtend, of nou ja, in de middag lunchen met oma en mama en tante. En de avond uit eten en zaterdag komt het dienen. En donderdag ga ik misschien nog wat doen, dus kan ik eigenlijk een keer wat doen. Maar ja, ik ga nu even lekker eten maken. Een hele goede smorgens allemaal. Het is vandaag... Jeetje, de kraai, joh. Het is dinsdag vandaag. Ja. En gisteren was echt zo'n gezellige dag. Op werk was het top. Daarna even langs bij Kenji op de camping. Het was zo gezellig daar. En ik had natuurlijk ook gewoon... We hadden wat sangria gedronken en ik had wat biertjes op. Dus het was natuurlijk allemaal nog leuker. Maar ik was helemaal in mijn nopjes. Maar ik ben nu even in het huis een beetje weer aan het ruimen. Wasjes aan het doen en ik ga nu even stofzuigen. En daarna komt Kenji als het goed is met boodschappen thuis. En dan ga ik even wat lunchen en daarna even aan school. Een beetje aan die deadline, want die moet ik zondag, dat is uitstel gekregen. En die moet ik dus zondag inleveren. Dus daar heb ik in principe deze hele week de tijd voor, want... Ik heb alleen gisteren hoeven werken. Dus ja. Maar mijn grote vriend staat op mij te wachten. Dus ik ga even stofzuigen. Ik ging heel de tijd in het hoekje. Dat hoor los. Dus ik heb het nu geprobeerd even met tape en... nou ja, met tape en een schaar wou ik zeggen. Maar ja, met tape gewoon. Even vast te plakken. En ik hoop dat het werkt. Want iedere keer schoot dat hoekje los. Zo irritant. Maar ik heb even lekker gedoucht. Mijn crèmetjes opgesmeerd. Het is echt zo laat al. Het is 3 uur. Ik heb er even een nieuw wasje opgehangen. Ik heb er even de keuken schoongemaakt. Vaatwasser gedaan. Het is weer ongelooflijk. Maar ik twijfel of ik nu eerst even mijn pakketje op ga halen. En dan aan die deadline ga zitten. Of dat ik nu even een stukje doe. En dan soort van als een pauze even dat pakketje ga halen. Dus ja, maar ik moet even kijken tot hoe laat die tent open is. Waar dat überhaupt is. Dus ja, want ik moet echt even iets gaan doen, maar ik ben heel de tijd soort van het aan het uitstellen door andere dingen tussendoor te gaan doen. Dus ik denk dat ik misschien nu maar gewoon een klein deel ga doen en dan daarna als pauze even mijn pakketje op ga halen. Nou, ik heb een poging gedaan. Het is absoluut mislukt. Ik heb zo geen concentratie. Ik had het eerste stuk wel even doorgelezen wat ik voor het laatst had gemaakt. En daar was ik erg tevreden over. Maar nu moet ik de andere helft van het document nog fixen. Maar dat doe ik maar even een ander keertje. Ik heb wel even nog zo toevallig. Ik wist ergens in mijn achterhoofd dat we ergens 6 weken van tevoren gewoon een beetje de vakantie moesten betalen. De rest van het bedrag, zeg maar, met Jennifer en Britt ga ik vakantie. En we hadden aanbetaling gedaan en de rest moesten we nog betalen. En ik had het echt al heel lang hier staan met toe je inlog betalen. En iedere keer stelde ik het uit. Ik dacht, nou, het zal wel... Kan vast nog wel eventjes. En toen vandaag had ik er even de tijd voor. Dus ik ga op die laptop zitten. En daar staat de datum staat per direct. En ik ging dus even kijken. En het is precies, want we gaan de 22e weg. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Toch? Is dat 6 weken? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dat is 6 weken. Voordat wij gaan. Nou, ik vond het zo toevallig. Maar ik had dus even mama geappt of ze geld overgemaakt van mijn spaarrekening. Dan kon ik het even betalen. Maar dat moet ik dus nog fixen. Maar goed, ik ga dus niet even aan school zitten. Dat doe ik wel een andere keer. Donderdag en vrijdag heb ik ook nog de tijd. Maar wat wij nu gaan doen is mijn pakketje ophalen. Dat ten eerste. En hiervoor even een nieuwe plantenbak scoren. Ergens bij de Gamma of de Karwei. Want dit loopt een beetje uit de klauwtjes. En misschien even een touwtje en een stok, zeg ik. Want dan kunnen we hem weer... richting omhoog de weg wijzen. Dus dat gaan we even regelen. Want hier binnen zitten, het is 28 graden, het is bloedheet hier, ik ben aan het koken. Dus ik denk, we moeten weg. We moeten er even vandoor. Dus dat gaan wij nu doen. We hebben een potje gevonden. Het is stamboka geworden. Ja, ga je naar verder. En dan hebben we dit erbij. En dat gaan we nu mee doen op de scooter. Dit gaat dat worden hoor. Die past helemaal niet daarin, denk ik. Wat? In die tas niet. Yes. Ja, en dan? Dan draai je hem op. Wow. Zo.
Nice. Toedels. Nou, wij hebben weer een heel ritje erop zitten. Van de Karwei naar de Gamma, daar hebben we een pot gekocht. Die staat beneden. Je zag het. Het is gelukt op scooter. Ik heb hem achterop gehouden. En de potgrond hebben we zo aan de voorkant bij Kenzo's voeten neergezet. Toen hebben we hier gedumpt en in de berging gezet. Zijn we boodschappen gaan doen. En nu staan we te koken. Het is lekker avondeetje vanavond. Lekker spinazie met aardappeltjes, een eitje en een vleesje. We hadden twee honger, dus we hebben hier twee vleesjes. Maar we zitten hier ook al echt te snaaien. Dit is ook zo lekker. Dat is niet normaal. Maar we gaan dus zo lekker eten. Wij hebben weer heerlijk gegeten. Oh, maar wat zit ik vol. En Kenzo die gaat nu voetballen met wat gasten. Dus ik ben heerlijk even een avondje alleen. En mama die appte net van, ben jij B&B Love? Ga je dat weer volgen? Want gisteren was de eerste aflevering. Dus toen dacht ik, oh yeah, dit ga ik kijken. Dus ik heb meteen aangezet. Dit is de eerste aflevering van B&B van liefde. Heerlijk. Ik ga straks ook lekker theetje zitten. En dan ga ik heel de avond gewoon lekker hier relaxen. Oh, ik wilde eigenlijk nog gaan sporten. Maar er is iets tussen gekomen. Oeps. Oh, ik ga lekker gewoon chillen op de bank. Ik vind het lekker. Nou, B&B zit er weer op. En nu zit ik dus te bedenken. Ik heb gewoon heel veel onrust in mijn lichaam. Maar verder voelt mijn lichaam wel moe. Ken je dat? Ik heb eigenlijk heel veel zin om te sporten. Maar ik merk ook dat ik eigenlijk heel erg moe ben. Het is nu 9:05. Ga ik wel of ga ik niet nog eventjes? Ik dacht, ik kan gewoon even een kleine workout doen. Gewoon, want anders blijft het maar in mijn hoofd zitten. En als ik dan straks naar bed wil, dan weet ik toch dat het niet gaat lukken. Zal ik het gewoon doen? Gewoon even. Hierachter staat het eten ook nog allemaal in de pannen en alles in de keuken. Maar het is altijd weer zo leuk. Kenzo die gaat daar voetballen en dan laat hij alles gewoon zo achter. Dat hij denkt, ja, en nu? Maar ik ga het gewoon allemaal laten staan. En dan gaan we het morgen gewoon samen opruimen. Want anders ga ik het nu allemaal weer doen. En dat is niet de bedoeling. Maar ik denk dat ik gewoon even ga nog. Want ik zit hier gewoon in het donker omdat ik dit natuurlijk allemaal dicht had. Dus het voelt al heel laat voor mij. Maar het is pas 9:50, joh. Ja, ik ga gewoon eventjes. Ik ga nu opstaan. En ik ga gewoon mijn sportkleding aantrekken. Mijn lenzen zitten al wel echt tering kut. Maar ja, dat moet ik er maar even gewoon doorheen. Ik ga gewoon lekker sporten. Oortjes in, even op die loopband warm lopen en even een beetje de beentjes trainen. Dan voel ik me altijd weer gewoon een stuk fitter. Oh, waar heb ik mijn sportkleding? Volgens mij niet hier. Nou, ik ga me dus even omkleden dan. En spulletjes pakken en de scooter op. En dan gewoon even kort sporten. Echt net gaan, maar toen belde mama, want ik had namelijk dat kastje nodig om geld over te maken. Zo'n soort readertje en die ligt thuis. Dus dat heb ik nu even gefixt, maar ik stond al met mijn tas en alles om te gaan. Maar nu begint het te regenen. Ik ga eens even kijken op buienalarm. Of het ernstig is. Oh, er is nog een piekje ook hier zo in de hoek. Maar dat is al geweest. Zo. Dat zie ik er erg uit, zeg. Maar ik heb mij omgekleed, dus ik ga gewoon even. Ik had ook die nieuwe schoenen dus. Dit was mijn pakketje. Ik heb lekker Vans besteld. Dus ik dacht, dan ga ik nu gewoon op sporten. Ik ga lekker de beentjes trainen. Dus ik ga nu gewoon de scooter op, want op de scooter word je toch niet heel nat. Nou, dat zit er weer lekker op. Oh, ik heb een bloedheet. Kijk me shinen. Het is niet normaal. Het is zo warm. Maar ik ga weer lekker naar huis. Ik twijfel of ik mijn trui aan doe, maar ja, ik ga wel op de scooter. En buiten is het misschien wel een beetje meer. En ik ga spierpijn hebben morgen. Oh. Want ik heb echt in geen tijden mijn benen getraind. Maar altijd als ik dat ga trainen, kan ik dit niet rustig trainen. Dus dan ga ik weer legpress doen met echt 140 kilo. Gewoon. Dat ik denk, meid, bouw het gewoon eventjes een beetje op. Oh. Ik kan nu al niet lopen. En ik heb ook de kuiten gedaan. Maar ik dacht, ik moet het weer even doen. En deze week hoef ik niet te werken. Dus dan kan ik spierpijn hebben. Zo denk ik dan altijd. En dan kan ik het weer een beetje opbouwen. Dus ja, ik ben heel benieuwd morgen. Ik ga zo wel even lekker een kwarkje nemen.
goede hoek ook dit, maar ik heb geen zin om me vast te houden. En misschien nog een shaky of een kwarkje. Even kijken waar ik zin in heb. Maar ik ga in ieder geval nu lekker naar huis scooteren. De regen viel hartstikke mee. Het was wel heel gek, want ik reed vanuit de straat en daar was het eigenlijk vrijwel droog. En toen reed ik zeg maar hier richting de sportschool. Reed ik bij Strandvliet zeg maar onderdoor bij het viaduct. En richting de arena. En daar was het echt zeiknat. Daar had het dus echt vol geregend. En bij ons gewoon eigenlijk niet. Dus dat zie je. Het is echt dus... Echt in delen valt dus regen. Ja, duh. Maar het is gewoon heel grappig om te zien. Nou, ik ga de scooter op. Nou, ik ben weer thuis van sport en ik heb even een lekker kwarkje gemaakt. Dat heb ik al lang niet op. Kwarkje met aardbeetjes, druifjes en dan weer van die choco chips. En hij is ook weer terug van het voetballen. Dan heb ik een bakje kwark. Lekker hoor. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik ga nu richting Sassheim, omdat ik dan ga lunchen met oma, mama. Ik weet nog niet of tante ook meeging. Dus ik heb me even een beetje netjes aangekleed. Ik heb geen idee hoe het daar ook is. Auw. Ik heb me helemaal heel pijnlijk vast. Maar ik ga in ieder geval nu naar Duivendrecht en dan naar Sassheim met de trein. En als het goed is, helpt mama mij daarop. En dan gaan we dus richting waar we heen gaan. Ik weet niet precies dus waar het is. Dacht in Nieuw-Vennep. En in de avond ga ik weer uit eten. Maar dan voor de verjaardag van mijn schoonman. Dus het is een lekker dagje uit eten. Heerlijk. Oh, ik ga me helemaal vol vreten. Maar ik ga nu weer lekker een bakbeertje op. Ik kom weer aanrijden. Ze staat letterlijk dezelfde scooter naast mij. Alleen staat hier AGM op en bij mij Riva. Nou, kijk nou. Daar staan ze hoor. Dit is toch geweldig? En dit komt nou. De dames zitten hoor. We gingen eerst naar buiten, toen natuurlijk weer naar binnen. Nou, nu wordt mijn koekje gestolen. Ja, je hebt een koekje. Kijk, dit is helemaal boos. Kijk nou, ik heb dus een ijskoffie besteld, maar dit is dus echt... Lijkt wel een ijs. Zo lekker. Lijkt meer een koffie smoothie. Maar het is wel heel lekker. Koffie smoothie. Nee, want het is koud. Dus het is milkshake, het is ijs. Zo koud. Ja? Maar ik maak smoothies. Nee, maar niet met ijs maak ik smoothies. Ja, maar hier zit ook geen knopjes ijs in. Maar nee, maar ik denk wel dat het wel gemaakt is met ijs. Als je namelijk bevroren fruit hebt, is het precies hetzelfde. Mm-hmm. Dat is ook zo'n ijs. Ja, mm. Heel lekker. En mama en ik gaan weer delen. Gaan delen. Ik dacht, waar is Kensho? Ja. Normaal deel ik altijd alles met Kensho. We doen altijd gewoon de helft van de helft. En nu hebben we dus een kookbol zalm en een broodje Kensho. Dat is toch geweldig. Vanavond gewoon weer uit eten. Dat is niet normaal. Ja, kijk nou, hoe mooi. Van die oogjes die op standaard staan. Oh, heerlijk. Een carpaccio terug. Die zijn ook lekker. Crispy chicken. Maaltijd is lekker. Crispy chicken. Ik heb een lekker joodje. Kijk, Omi. Iets smaken met dames. Niet met zonder bril. Het is een filmpje. Maar mama, je moet dat drinken. Waar zit dit? Ik ben inmiddels alweer thuis gekomen in Amsterdam. Het was echt helemaal gezellig met oma, tante en moeders. Lekker gegeten, eigenlijk weer te veel. Ik ging met mama delen, een pokeball en een broodje carpaccio en we hadden ook nog wat frietjes. Maar het was echt te veel, maar het was wel echt heel lekker. Maar ik ben nu even mijn vlog aan het editen, want dat had ik nog niet gedaan. Ik moet er eigenlijk twee even editen. Als ik er zin in heb, dan ga ik er hierna nog eentje doen. Omdat ik er dus eentje achter loop. Maar ik wil eigenlijk ook nog even sporten. Maar op zich red ik dat allemaal wel. Want ik doe hier pas iets voor 7 weg. Het is nu 4:50. Dus misschien dat ik er hierna nog wel even eentje doe. En dan ga sporten. Als ik zin heb. Dus hij is nu aan het exporteren. Deze 5 minuutjes. Ik ga me nu even omkleden. Alvast voor de sportschool. En dan kijk ik even of ik het nu ga doen of een andere keer. Beneden in de berging hadden we die nieuwe pot neergezet. En de pot grond. Maar kijk, dit wordt echt leuk. Ik heb hem nu gewoon random even ingegooid vanaf hier. Maar die potgrond moet er even bij. We moeten even zorgen dat hij dus met een touwtje eromheen, dat hij weer een beetje richting boven gaat. Maar ik vind hem echt leuk uitgezocht van ons. Ik vind het een leuk potje. Dus helemaal blij mee. Maar we moeten binnenkort even die
zak aarde naar boven doen en dan hem hier even overpotten. En dan kan hij weer opnieuw gaan bloeien. Ik ben heel benieuwd hoe groot deze plant gaat worden. Als we hem gewoon goed blijven verzorgen. Echt leuk. Nou, mega. Ik heb ze alle twee geëdit. En ik heb ze nu even dus... ze staan nu te uploaden op YouTube. En dan kan ik morgen even de thumbnails maken. Dat is zo gedaan. Maar het grootste werk is in ieder geval gefixt. En ik heb mijn sportkleding al aangetrokken. Ik moet nog even een shirt wel aan. En even spullen pakken. En even een andere fles water mee. Ik vind deze... Dan moet je heel de tijd die dop erop en afdraaien. Want als je deze air-up... Die kan dus niet zonder dop. Want dan gaat die echt compleet lekken. Dat is heel irritant. Dus ik neem altijd zo'n beker mee voor sporten. En dan ga ik even lekker trainen. Heerlijk. Wordt een upper body dagje vandaag. Moet even kijken wat op de planning stond. Ik heb nu zo'n... van Gains by Brains... zo'n trainingsschema gekocht. Dus wel echt 6 dagen. Maar ik moet even een beetje kijken hoe ik dat ga inplannen. Qua deze week. En van de volgende week ook. Want waarschijnlijk ga ik dan veel werken. Ik heb veel beschikbaarheid opgegeven. Omdat ik deze week heel weinig heb gewerkt. Alleen maandag. En ik wil wel gewoon even nog een beetje geld hebben als ik op vakantie ga. Maar ja, ik pak er iedere keer gewoon even een... Een trainingtje uit, want het zijn best wel gewoon korte workouts, maar je traint ze wel echt gewoon lekker je spieren. Dus dat vind ik echt heel chill. Ik ben tussen de 50 minuutjes en een uurtje bezig. Terwijl ik normaal, als ik zelf in de sportschool liep, dan was ik zo lekker bezig, soort van in mijn eigen hoofd. En dan ging ik altijd veel te lang door. En dan was ik echt een uur, anderhalf uur bezig en soms nog wel langer. En ik vind dat gewoon een beetje kut. Als je dan wat vaker naar de sportschool gaat en dan iedere keer zo lang bezig bent, dat vind ik gewoon een beetje onhandig. En dit zijn dus echt trainingjes van dus 50 minuutjes uurtje. Dus dat vind ik helemaal amazeballs. Kenzo is die trouwens nu ook sporten. En daarna gaat hij even een cadeautje kopen voor zijn moeder. En dan komen we straks alle twee thuis. Ik neem ons even om. En dan rijden we naar Weesp. Want daar is het. Het uit eten, het restaurantje. Dus helemaal lekker dagje zo weer. Nou, ik heb weer lekker gesport. Ik heb geen idee of jullie het horen. En ik had het even snel omgekleed, niet gedoucht hoor. Ik heb gewoon deo opgepleurd. En gewoon weer hetzelfde zoals ik had. Als wat ik vanochtend gedaan had. En nu ben ik er weer geweest. Lekker weer uit eten te gaan. Nou, we zitten op het terrasje hoor. Met de jarige Job. En we hebben ons voorgerecht. Kijk nou, het ziet er enig uit. Dit is echt. Hij heeft letterlijk een knopje. Ja, maar die kun je toch niet zomaar eten? Nou, dat gaat ervoor. Nee, dat meen je niet. Ik had net zijn oog op. Het lijkt net een soort kibbeling. Ja, het smaakt er ook. Ja? Hij is heel erg lekker. Zijn dat gewoon krabbetjes die je hier aan de kust op het strand kunt vinden? Nee, die vind je alleen in Laos. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. En gisteren was echt een hele gezellige dag. Het was allemaal perfect in de ochtend. Of nou ja, een beetje middag. Lekker lunchen voor oma de verjaardag. Het was echt gezellig. Door teruggegaan. Mijn vlogjes geëdit, gesport. En toen weer door. En toen ook weer heerlijk gegeten. Het was ook weer zo gezellig. En het vriendinnetje van Bico, zeg maar. Van het broertje van Kens. Die was daar aan het werk. En die heeft zelf ook echt 3 maanden gereisd. Dus die was ook net weer terug. Dus het was ook weer leuk om haar even te zien. Die was daar dus gewoon lekker aan het rondhobbelen. Maar super lekker gegeten. Ze hadden gewoon van die kleine, echt van die meer een beetje aparte gerechtjes dan ja, de standaard gerechten die veel restaurants hebben. Dus ik had eerst iets een soort van ja, steektartaar vorm in en dan aubergine. En daarna had ik gevulde courgette. En toen hadden we nog lekker een pastel de nata en iets. Een vegan chocolade dingetje en een sinaasappelcake. Zo lekker. Maar ik ga me even klaarmaken, want Kenzo en ik gaan zo naar Walibi. Ik vind het zo leuk. Oh, ik ben er nog nooit geweest. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben de auto mochten we hebben van Lena van de ouders van Kenzo. Dus die staat nu al hiervoor. Ze hebben gisteren mee teruggegaan. Dus we gaan ons even klaarmaken en dan gaan we richting Walibi rijden. Zo leuk. Wij zijn alweer een tijdje onderweg. En ik had even wat, hoe heet deze dingen? Wafeltjes meegenomen. Met smeerkaas. En dan zijn we weer even aan het opschappen.
zo lekker. Dus die smeerkaas met sapbal. Ik vind het echt geweldig. Ik had een mesje meegenomen. Ik dacht, dan heb ik tenminste al iets te knabbelen in de auto. Het gaat druipen. Wat een druiper. Dat is niet best. Dat is niet best. Maar we zijn dus op de weg naar Bali. Hard gaan is het daar toch altijd? Ja. Komen. En toen we aankwamen regende het pijpenstelen. Het ging zo hard. Iedereen ging hier ook binnen zitten, maar nu is het weer droog, dus iedereen is weer weg. En dan ging ik hier even een koffietje halen. Kijk, die meneer is ook helemaal zeiknat. Ze hebben nu even een koffietje. Zo, bij haar is helemaal de mascara uitgelopen. En die chick die daar loopt. Oh. Maar we gaan zo maar even koekeloeren wat er open is en waar we in kunnen. Maar zien. Volgens mij, ik hoop dat het nu droog blijft. Maar we gaan het meemaken. We komen net uit een soort splash. We zijn alle twee helemaal nat geworden. Mijn gezicht. Het is vreselijk. Maar het was wel leuk. Hij was leuk, hè? Je hebt ook helemaal natte hartjes. Oh god. En we waren net een soort spookhuis. Er ging dat ding. Ik werd kotsmisselijk. Het was een soort bank. En de muren bewogen en zelf ging je ook wel een beetje in de weer. Nou, ik had net gegeten. Ik dacht, het komt er nou allemaal uit. Het was vreselijk. Echt, daar heb ik niet eens in zo'n achtbaan. Daar ging het prima. Maar in die bank. Jij wil die toch doen? Ja, ik wil er wel in. Nou, we zitten in de meest dangerous achtbaan. Maar toch ook zo ver weg. We zitten bij Gans en Griekje. Dit zagen we op de heenweg. Het tentje. Het is echt zo'n echt een heel speelparadijs ook. Voor de kids. Maar ja, we zijn helemaal in de kids sferen vandaag. Ja, zonde. Onze pannenkoeken worden nu opnieuw gemaakt. Iemand was zo aan het slaan voor wespen. Die sloeg zoveel uit zijn arm.
Zonde. Maar ja, ik zit lekker aan mijn wijntje. We hebben al een broodje ook gehad. Dus op zich zit nog een panninghonk. Nog een panninghonk. Ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. Het was wel echt leuk, Walibi. Die gamehal, jongen. Dat was echt schitterend. Daarna ben ik nog in één attractie geweest. Attractie, achtbaan. En toen zijn we gegaan. En we hebben nog ballen, en we hebben nog ballen gegooid. Ik wilde een knuffel winnen, een Pikachu knuffel. Dus wij gooien, ze is zo'n ton, maar als je dan gooit, dan stuit het die eruit. Dus wij zo, we hebben echt 5 keer dat geprobeerd. En iedere keer, het eerste balletje lukte wel, maar de tweede die ging dan mis. Zo zonde. Ik wilde zo graag zo'n knuffel. Die hond zit ook te loeren of het eten, zie je dat? Ah, oh, dicht echt voor de neus. Ah, mijn dagel. Kijk dan. Nou, poging nummer 2 hoor. Wat is er, schat? Nou, eet smakelijk. Het zijn gewoon pannenkoeken, dit... jongens. Besef. Het lijkt toch echt op een pizza. Maar je moet het denk ik ook zo eten met z'n voor. Ja? Ja? Ja, als een pizza bedoel je. Ja? Oh. Nou, we kregen de pannenkoekjes niet op. Dus we hebben het in een doggy bag. Dit is toch fantastisch? We krijgen het lekker mee naar huis. Want ze waren wel echt mega lekker. Maar we konden niet meer. We hebben ook heerlijk muziekje op de achtergrond. Het is geweldig. En er was hier net geen naar de wc. En er was een glijbaan aan de andere kant. Dus volgens mij kan je gewoon vanaf boven, vanaf binnen, met de glijbaan naar beneden, naar de toiletten. Maar ik heb nog niet gekeken of het kan. Maar ik ga misschien zo binnen wel even spieken. Dit lied ook. Ik weet niet of jullie het horen. En vanavond gaat het gebeuren. Nee, het kan niet kapot. Vanavond gaat het sleutel in het slot. Maak me gek meer. Heerlijk, joh. Gisteren kreeg ik dus bij het uit eten. Had hij al 2 wijntjes neergezet. Het was dus bij de verkeerde tafel. En wij waren nog aan het wachten op Kenzo's ouders. Dus Kenzo zegt, ja, volgens mij hebben we dit gewoon gekregen. Ik zeg, nee. Dat is sowieso een verkeerde tafel. Toen kwam hij later van, oh, hier staan ze. Waren dus 2 glazen Verdecho. Toen zei hij, nou ja, hou maar. Toen vond ik het eens weer hartstikke lekker. Dus ik heb nu ook weer lekker weer een wijntje besteld. En, zag je de glijbaan? Ja, maar pas een beetje maar staan. Hola, hola. Het is vandaag vrijdag. Maar ik bedenk me namelijk nu dat ik de vlog van gisteren niet heb afgesloten. En het was zo'n gezellige dag. Het was echt heerlijk. Dagje Walibi daar gekloot in die gamehal ook. En het werd uiteindelijk super lekker weer. Daarna gegeten bij echt die plek. Is echt geniaal. Ik moet maar eens opzoeken. Hans en Grietje. Volgens mij in Biddingshuizen is het denk ik dan. Want daar is het in de buurt. Een pannenkoekrestaurant. Het is geniaal. Echt een soort Efteling vibe. Het is super groot. Je hebt ook een heel speelparadijs daar. Of ja, gewoon springkussens. En nou ja, het was echt hilarisch. En heel lekker gegeten. En daarna waren we alle 2 gebek af. Dus zijn we gaan slapen. We hadden nog even serie gekeken met een theetje. Toen zijn we lekker gaan slapen. Maar ik heb dus de vlog helemaal niet afgesloten. Dus dat doe ik nu even. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En een duimpje achterlaten bij deze video als je hem leuk vond. En dan hoop ik je natuurlijk weer te zien in mijn volgende video.